allemaal, Roosje weer hier. Vandaag een nieuwe video. Ik ga jullie iets nieuws laten zien. Wat ik heb gemaakt voor iemand anders. Ik vind het sowieso heel leuk om dingen te maken natuurlijk. Maar meestal als ik iets voor mezelf maak, dan zal ik het niet zo heel snel hier laten zien, denk ik. Eerlijk, ik kom niet zo heel veel toe aan dingen voor mezelf maken. Maar goed, daar gaat deze video niet over. Ik heb dus iets voor iemand anders gemaakt. Namelijk voor Bianca. Nou, Bianca is mijn vriendinnetje. En die heb ik 2 jaar geleden in de Twitch community leren kennen. En uiteindelijk ook beter leren kennen via Discord. We houden veel van dezelfde dingen zoals, ja, onder andere Twitch en gamen. Dus Animal Crossing en The Sims. En we houden ook heel erg van craften. Dus we hebben best wel wat dingen gemeen. En Bianca die heeft pas geleden een huisje gekocht. Een nieuwe woning. Details maken nu even niet zoveel uit, denk ik. Ze heeft in ieder geval een nieuwe woning gekocht. En ze is ook komende week jarig. Tegen de tijd dat jullie deze video zien, dan is ze natuurlijk al jarig geweest. Of ze is jarig. Maar dan heeft ze het in ieder geval al gezien. Maar ik heb dus iets voor Bianca gemaakt en ze weet het nog niet. De vraag is, ziet ze het aankomen? Geen idee. Maar goed. Ik heb dus een dingetje gemaakt, namens een groepje wel, maar ik ben zo vrij geweest om mezelf aan te bieden om een kaartje te maken, want dat vind ik leuk. En laat het nou precies zo zijn dat ik ook heel erg gepassioneerd ben over het onderwerp wat ik heb gekozen voor het kaartje. Namelijk een Animal Crossing huisje. Ja, hij is wel leuk toch? Ik bedoel, even naar de details kijken. Ja, ik krijg hem niet helemaal super scherp van zo dichtbij. Dat wil hij niet, denk ik. Maar het is dus weer helemaal gemaakt van losse papieronderdelen. Dus ik heb eigenlijk gewoon het huisje, naar aanleiding van screenshots, heb ik geïllustreerd in mijn tekenprogramma. Daarna heb ik alle onderdelen heb ik los weggezet in bestanden en vervolgens uitgesneden met mijn silhouet. Even kijken of hij het wat scherper kan krijgen. Kan dat? Of heeft hij daar geen zin in? Nee, ik denk het niet. Dat is een beetje jammer wel. Maar goed, zoals je kunt zien, best wel veel details en veel relief ook. Er zitten heel veel laagjes op elkaar. Maar goed, ik heb dus alle onderdelen losgesneden. Het was eigenlijk allemaal wit papier, maar ik heb het allemaal geverfd. Ja, geverfd. Ik heb Distress Oxide gebruikt ervoor. Want ik had gewoon niet het papier wat ik nodig had qua kleuren. En toen dacht ik van, ja, weet je, ik heb zoveel Distress kleurtjes. Dat kan ik best zelf doen. Dus dat heb ik gedaan. En dit is een beetje, ja, hoe zit het ook alweer? Dit is het derde, de derde woning, zeg maar, in Animal Crossing. Want je hebt natuurlijk eerst de tent, de gele tent. Daarna heb je dan een iets kleiner huisje. En vervolgens krijg je, dacht ik, deze variant. Dus nog zonder de zijkanten, zeg maar. En eigenlijk zitten hier ook struikjes, maar ik vond dit los zo leuker. Dus dat is wat ik heb gemaakt. Ja, ik denk dat Bianca hem wel leuk gaat vinden, maar ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik vind hem zelf wel goed gelukt in ieder geval. Ik heb zelfs ook de baksteentjes die ook in het oorspronkelijke huisje in het spel, zeg maar, te zien zijn. Misschien een iets andere locatie, maar ik vond dit zo wel leuk eruit komen. En ik heb ook daarin wel wat verschillende kleurtjes gebruikt. Maar dat het nog wel goed erbij past. Nou, ik ben best tevreden. Best tevreden. Ja, en er zit natuurlijk ook een cadeautje bij. Maar dat zit niet hier zichtbaar bij of zo. Dus dit is echt alleen het kaartje. En aan de achterkant staat nu nog niks. Maar dan ga ik nog de namen van alle afzenders opzetten. En dan gaat hij Bianca's kant op. En ik hoop dat ze hem leuk vindt. Er zit deze keer geen amiibo in. Want ik dacht, ja, sowieso... Wat stop je in een huisje? En ik vond het ook niet echt leuk om een random amiibo erin te doen. En daarnaast kon ik nu geen amiibo's regelen. Dus ja, goede reden wel. Maar het is dus echt gewoon een huisje. En ze kan het straks wegzetten als ze wil. Moet niet, mag wel. Ik zou het zelf... ik zou dit best op mijn achtergrond zo willen hebben. Maar dan met mijn naam natuurlijk, want ik ben niet Bianca. Laten we wel wezen. Maar goed, dat is hem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ik heb helaas geen video van van het maakproces. Want dat vind ik nog best lastig om alle onderdelen dan zeg maar, te filmen terwijl ik daarmee bezig ben. Maar ik wil dat in de toekomst nog wel een keer doen. Zodat jullie een beetje kunnen zien hoe ik dan te werk ga. Maar voor nu is dit het. Gefeliciteerd Bianca. Ik hoop dat je een hele leuke verjaardag hebt of hebt gehad tegen de tijd dat je deze video ziet. En niet van je kaartje. En je cadeautje. Doei!